Van Country Roads tot Engelbewaarder, allerlei muziek komt voorbij tijdens de populaire dansavonden van seniorencafé Burgerlust. 60-plussers uit de hele regio komen elke 2 weken samen om lekker een avondje te dansen. Al tientallen jaren zijn deze avonden een enorme hit. Op deze avond gaan we alleen maar dansen. Alle dansen die u kunt, maar we denken, die worden hier vanavond gedraaid, dan bijna. Maar een beetje line dance, een wals, een foxtrot, Engelse wals, alles wat het publiek ook vraagt. Seniorencafé Burgerlust organiseert al bijna 30 jaar deze dansavonden. Het is ooit begonnen om de eenzaamheid onder ouderen tijdens de zomerperiode tegen te gaan. Ze zaten soms weken zonder bezoek thuis, omdat de kinderen op vakantie gingen. Inmiddels zijn de avonden een begrip in de regio. Daar moeten we iets voor doen. En toen is er een groepje mensen bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd, wat kunnen we nou die mensen bieden? Iemand die al sinds het begin komt is Lucie Tonen. 29 jaar geleden werd zij door kennissen meegenomen naar een dansavond. Die zei, oh, er is dansen. En toen zei ik, kan dansen. Ik ben met mijn man kan dansen. Ik heb inmiddels 3 vriendjes gehad, maar alles gedood. En wij gaan door. He? Maar het is hier altijd hartstikke gezellig. Gerard is al bijna sinds het begin betrokken als vrijwilliger, maar binnenkort neemt hij afscheid. Ja, ik ben nu 26 jaar bezig en met mijn vrouw ook. En we hebben gezegd van nou, in januari is het wel mooi. Dan hebben we er 26 jaar op zitten ruim. En we gaan met pensioen, zoals dat heet. Zijn vrouw Truus zorgt samen met andere vrijwilligers voor lekkere hapjes om de gasten tevreden te houden. 2 keren op een avond krijgen ze een hapje. En dat varieert van een toosje en een rolletje en soms iets warms. Een gehaktballetje of een worstenbroodje. Je moet de gasten verwennen, zeggen ze, hè? Dan komen ze weer terug. Ja. En ook allemaal zelf gemaakt? We maken zelf de voorbereidingen zoveel mogelijk thuis en dan hier afwerken, ja. Ik heb de rolletjes gemaakt. Dit zijn rolletjes kipfilet met roomkaas. En hier heb je rolletjes ja, Gelderse worst met augurk erin. Dus wel echt met liefde gemaakt voor alle gasten? Ja, met liefde gedaan. Dat kan je wel zien, hè, dames. De gasten komen niet alleen voor het dansen en de hapjes. Voor velen is vooral de gezelligheid het allerbelangrijkst. Heel veel vrienden, vriendinnen en... Dat is ook in de vrijwilligersgroep een echte vriendenclub geworden in de loop der jaren, ja. Ja, de muziek, hè. De muziek, dat trekt natuurlijk, hè. En ook dat er, zeg maar, 4 mensen elkaar allemaal kennen. En omdat we graag doen dansen. Maar ja, de spoeling wordt dun, er zijn niet veel mannen meer.